ChatGPT en virtuele assistenten zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Terwijl AI een grote invloed heeft op onze maatschappij, willen wij weten hoe beïnvloedt het onze studenten en medewerkers. Ben je AI ready? Nou, in theorie wel, in de praktijk waarschijnlijk niet. AI ready. Nou, ik heb tot nu toe 1 keer ChatGPT gebruikt. Dat denk ik wel, ja. Yeah, I guess. AI is not ready for us. Absoluut niet. En waar blijkt dat uit? Dat ik het eigenlijk helemaal niet gebruik op dit moment. Terwijl dat misschien wel nuttig zou kunnen zijn. Ik gebruik het af en toe wel eens, dus het is denk ik wel fijn. En ik ben wel ready ervoor. En hoe pas je het precies toe? Nou, soms voor opdrachten, dan als ik gewoon even een bepaald onderwerp heb en dan niet er veel van af weet, dan lees ik even en dan geeft hij best wel een goede samenvatting erover. En met Sinterklaasgedichten hielp het af en toe wel. Of met schrijven van verslagen, van heb je een synoniem voor dit woord? En dan vraag ik dat en dan helpt hij me. Ja, je moet het eigenlijk gewoon zien als een extra hulptool. Het is de geest uit de fles, je gaat er niet meer omheen kunnen. Dus je kan maar beter kijken hoe je het ook kan aanleren aan studenten, hoe je het ook kan toepassen. Hè? We should stand against the capitalist forces imposing the use of AI in the world. And I think we can stand together against it. Denk je dat AI de toekomst van jouw vakgebied, dus van communicatie, gaat veranderen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat sowieso allemaal heel erg gaat veranderen. In beeld en in tekst. Dat allemaal wel wat geautomatiseerd wordt inderdaad. Maar ik denk dat er altijd nog een menselijke hand aan te pas moet komen. Nee, ik denk dat er bij andere studies AI meer invloed erop gaat hebben dan van technisch bedrijfskunde. Nou, ik denk omdat ik best een studie doe dat toch nog wel heel erg mens op mens is, denk ik dat het wel meevalt hoe erg het gaat beïnvloeden. Maar ik denk niet erg, denk je? Nee, ja. Ik denk niet dat het heel erg zou beïnvloeden, maar misschien wel. Nee, ik denk eigenlijk niet dat het heel erg zou beïnvloeden. Ja, hoe denk je dat het de opleiding gaat veranderen in de toekomst? Op heel veel gebieden, denk ik. En ik hoop vooral minder aandacht voor spelling en taal en meer aandacht voor de inhoud. Dat hoop ik. Ja, en tegelijkertijd hoop ik ook dat het niet ten koste gaat van de creativiteit. En dat studenten ook zowel creatief als ook analytisch zelf echt blijven nadenken. En hoe dat samengaat met AI, ja, dat moeten we nog even uitzoeken.